verder is het vandaag een gitzwarte rouwdag, want... De uitslag van de MRI. Ja, was het zo? Ja, was de uitslag zo? Ja! Oh ja! Rennen! We staan dus vast in de Symbolica. Nee, maar gewoon zo in die water weg! Ik ga! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey, lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Wij zijn vandaag bij Shark Tank. Dat is weer een badkamerzaak. We gaan gewoon eens even rondspeuren en even kijken wat zij ons voor leuks te vertellen hebben. We gaan weer op pad. Hey. Hallo. Hallo. Het is inmiddels een paar dagen verder dat we bij Shark Tank waren. Ja. Hele mooie zaak. Hele toffe dingen gezien weer. Ze gingen een offerte maken voor onze wensen en gaan kijken wat daaruit komt. Het was wel een tikkeltje luxere, duurdere zaak, denk ik. Ja. Dan de gemiddelde, dus even kijken. Het was wel echt heel mooi. We hadden wel mooie stenen. Ik had een wandje gezien dat ik zei, dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. En jij vond het een beetje houtlook. Ja. Ik vond het echt steen met van die gaten erin en zo. Echt heel erg robuust, grof natuursteen. Ik vond het echt heel mooi. Ja. Ja, goed, we weten nog niet, want we hebben ook nog een wc te doen. Ja. Dus misschien dat we zeggen van nou, voor de badkamer hoort het niet. Voor de wc wel. Dat zou en ook kunnen. Natuurlijk. Ook hebben we onwijs goed nieuws. Ja. Want we krijgen geld terug. Ja, niet alles. Niet alles. Maar wel, wel een deel. Groot gedeelte van in ieder geval het blad. Ja. Dat is dus, een hele slok op een borrel, want het was een behoorlijk bedrag. En nou ja, vervoerskosten, dat soort dingen, we zijn niet meegerekend. Dus dat is dan helaas pech. Maar we gaan nu even bedenken wat we verder gaan doen, hoe we het verder gaan doen. Wat we met het blad gaan doen die nog bij Sluiter staat. Ja. En, ja. We zijn wel echt onwijs teleurgesteld in EMQ, want ik ga nu ook gewoon de naam noemen ook. Ja. Want die hebben ons echt gewoon keihard in de zeik laten staan. En die hebben gewoon op geen enkele wijze ons geprobeerd te helpen of hun verantwoordelijkheid genomen om iets te verhalen op wie dan ook. En alleen maar proberen daar eens. Of wij zijn niet verantwoordelijk, proberen daar eens. En dat ik echt denk, nou geef maar ook zo'n transportbedrijf, hè? Zo'n bemiddelingsbedrijf. Ja. Ben je gewoon nergens verantwoordelijk voor, joh. Lekker. Inderdaad. Lekker cashen en ergens verantwoordelijkheid voor nemen, dat is echt top. Ja, hele dikke teleurstelling. Ja. Dat je het even weet. Verder is het vandaag een gitzwarte rouwdag, want ik ga waarschijnlijk afscheid nemen van mijn motor. Ja. Na bijna 8 jaar. Het is gewoon een heel emotioneel moment. Ik denk wel dat ik er even een paar dagen wakker van lig. Maar gelukkig hebben we mijn motor met een paar kusjes en een M&M komt het vast wel weer goed. Nee, het is, ik heb er heel lang op gereden en hij heeft wel wat kuren hier en daar. En het is hier in de straat, staat het allemaal buiten. En dan nog die motor van René, die staat al heel lang stil. Het is gewoon niet handig. En die van mij die blijft gewoon steeds meer in verval raken. En ik heb nu gewoon besloten van, ik ga hem verkopen. Ik ga mijn fiets verkopen en dan van dat bij elkaar haal ik gewoon of een nieuwe fiets of iets van elektrische brommetjes, zodat ik in ieder geval naar mijn werk kan. En straks, als het huis klaar is en we een garage hebben, ga ik kijken voor een nieuwe motor. Toch? Ja. Ja. Dus dat. Dus ik ga nu naar Patrick. Ik geef de camera aan jou, want jullie komen zo meteen met de auto. Kan ik even oppikken. En okay. Ik ga eventjes koehandel spelen met Patrick. Is goed. Ja, en dan zeg ik bye bye motor. Goedemorgen, het is 7 november. En Jessie Silver en ik ga vandaag gezellig afspreken met Rieneke en Nina. En Nina. Nina. Ja. Leuk hè, we gaan echt naar de
Bokhorststraat, als ik het goed zeg, in de stad. En dat schijnt een leuk tentje te zijn waar je kan lunchen. Maar waar er ook wat leuks te doen is voor de kids om te spelen. Dus ik ben heel benieuwd. Gisteren een superleuke live sessie met jullie gehad. We hebben echt heel erg genoten. Bedankt daarvoor. Zoals we al zeiden, we gaan dat gewoon eens in de zoveel tijd gaan we dat erin houden. Als we weer bijvoorbeeld iets bijzonders hebben afgesloten. Zodat we er weer lekker over kunnen gaan kletsen. En vandaag neem ik jullie gezellig mee. Eet smakelijk. Oh, dat is wel echt. Ja, dat is wel. Hey joh. Oh jee, niet staat er goed. Goedemorgen, het is vandaag 9 november. En het is vandaag een hele spannende dag, jongens. Oh my god. Ik had nog geen. Vlinders is ook niet. Nee. Kriebels. Ja. Knoop in mijn buik, maar nu wel. Ja. Ik krijg de uitslag van de MRI. We gaan kijken wat alle chemo's gedaan hebben. En dat is natuurlijk best wel heel erg spannend. Ja. Het is... Elena belt al. Zo, we werden even wel gebeld door Elena. Bloed verstoord. Nee hoor. Maar ondertussen zijn we dus al even in het ziekenhuis geweest. Ik heb bloed geprikt. Dat is altijd binnen een paar minuten gedaan. Nou, een paar minuten. 2 minuten of zo. Ja, maar we moesten even hard rennen. Want er is echt zoals hier, zoals altijd, echt bijna geen plek. Maar ja, we hadden het erover. Dus, ja, we zijn toch wel lichtelijk zenuwachtig. Want ja, dit is toch wel een belangrijk punt. Ze hebben wel eerder gezegd dat het eigenlijk niet voorkomt dat het groeit. Ja, maar ik denk dat dat te maken heeft met het soort tumor wat ik heb. En ja, dat de eerste chemo natuurlijk ook gewoon gewerkt heeft. De eerste soort, zeg maar. En ik ben benieuwd wat ik verder te horen krijg en hoe mijn bloedwaarden zijn, want dat gaan ze nu ook checken. Zich een beetje herstelt. Ik voel me prima eigenlijk, moet ik zeggen. Ik voel me best wel goed. Behalve mijn nagels, die hebben het echt... Waar is in de liefde zijn die van jou? Huh? Ja. Nou, we gaan even bij ons vaste tentje aan de overkant even een bakje doen voordat we aan de beurt zijn voor de uitslag. Nou, we komen net van de internist vandaan. Die had... de uitslag van de MRI. Ja, was het zo? Ja, is de uitslag zo? Nee! Hij was toppie! Ja, was helemaal toppie. Hij was heel erg tevreden. En het was weer geslonken. Het aantal centimeters is niet echt genoemd, maar hij wil een plaatje laten zien. En het is eigenlijk meer geslonken dan... de eerste. Het was gewoon bijna niet meer te meten. Ja, right. Nee, ik zag ze nog wel. Maar wat wel interessant was, is dat ze zeggen dat de chemo op hormonaal gevoelige of hormoongevoelige tumoren minder heftig reageert. Dus ze gingen er ook niet vanuit dat het helemaal weg zou zijn. Als je dan kijkt naar de triple negative tumoren, dat is een agressievere vorm van kanker. Maar die reageert ook weer een stuk heftiger op chemo. Dus dan zie je vaak dat het ineens helemaal weg is. En bij hormoongevoelig gebeurt dat eigenlijk bijna nooit. En wat daar gewoon echt heel erg belangrijk is, is die antihormoontherapie straks. En dat ze me natuurlijk al gelijk in de overgang hebben gebracht.
Dat is gewoon heel belangrijk. De Lucrin die ik krijg, die ik gelijk vanaf het begin heb gekregen, die zorgt er alleen voor dat de eierstokken niks meer produceren. Maar je hebt natuurlijk meer in je lichaam die hormonen produceren. En ja, door de chemotherapie zorgt het er eigenlijk voor dat die ook minder gaan aanmaken. Zo was het, hè? Ja, super blij. Ook in mijn oksel zag hij niks. Dus dat is ook gewoon super fijn. Of mijn eerste lymf en tweede lymf toch wel of niet zijn of waren aangedaan. Dat zullen we echt pas weten na de operatie. Net zoals dat we dan pas weten of ik nog bestraald moet gaan worden of eventueel chemotabletten nog moeten doen. Dat heeft weer te maken met het percentage actieve cellen wat ze nog meten, hè, ja, na de operatie. Ja. Maar hij zei eigenlijk over een okseltoilet hoef ik eigenlijk al niet na te denken. Hij zegt, want we zien gewoon niks en eigenlijk doen we die al bijna niet meer. Dus ja, dat is al een fijne gedachte. Over de chemotabletten zei hij ook van ja, dan moeten we ook kijken van ja, wat gaan we daar nog mee winnen. En wil je dat? En ja, dat zullen we dan moeten aanhoren. Ik heb wel de instelling dat ik er gewoon alles aan wil doen. Hoe klein de percentage ook is. Ja, als ze dat aangeven van dit is een optie, dan gaan we het gewoon doen. Precies, want ik zei ja, zoals het nu is, zijn we steeds naar een lichtere vorm van chemo gegaan. En ik ben hier eigenlijk best oké doorheen gegaan. Oh, tunnel. Dus, nou ben ik gelijk overlicht. Oh, I'm a ghost. Not yet. dan denk ik, ja, dan kan ik die chemotablet ook nog wel aan een half jaar of drie kwart jaar. Ja, ik ben gewoon echt super blij hiermee. En we gaan nu, we hebben Jesse Silver weer opgehaald, want we gaan vandaag gezellig naar de Efteling. Pa, 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 pa. Ja, we gaan gezellig met mijn schoonfamilie. Mijn moeder zou ook meegaan, maar die is helaas ziek. Die had echt barstende koppijn en hartstikke misselijk. Gelukkig corona negatief. Wij hadden ook nog een test gedaan 2 dagen geleden voor de zekerheid. Want zijn soms in contact geweest met iemand die positief was. Een collega van mij is dood en doodziek. Ja. Dus dat is wel echt, die had alle bijwerkingen die je kon krijgen. Ja. He? Nou, hij noemde ook hallucineren. Dat is voor mij wel een nieuw. Ja, dus wij waren ook wat snotterig. Maar ja, dat komt ook door het weer natuurlijk. En het heerst ook gewoon. Dus we hebben voor de zekerheid toch even een test gedaan. Maar dat was gelukkig ook negatief. Moet er toch niet aan denken dat ik... Ik heb er moeite mee met donker licht. Ja, moet er toch niet aan denken dat ik ook besmet raak met corona. En dat ik dan dat mijn afspraken niet door konden gaan. Of dat ik toch ineens ziek word. We spraken nog even met de arts. En dat was ook heel druk geweest in het ziekenhuis betreffende corona. En hij zei dat hij geen gevaccineerden aan had gezien. Dus ja, ik ben blij dat ik toch mijn prikken heb gehad. Zeker in de situatie waarin ik nu zit. En ik heb me ook opgeroepen voor de derde. En ja, die moet ik ook even binnenkort halen. Zeker met de operatie die eraan komt. Ik kan dan beter gewoon goed beschermd zijn. Dat is hoe ik erin sta en waar ik me prettig bij voel. Dus dat gaan we doen. Even alles in een notendopje. De conclusie, we are very happy. En dan gaan we lekker vieren in Efteling. Hopelijk wordt het niet al te moe. Het is ook niet echt super weer. Nee, maar het zou... Maar niks kan onze dag nog kapot maken. Dat sowieso. Het was het begin. Het was de eerste achtbaan zo naar de... het zou in Brabant nog minder bewolkt zijn. Want je mist het nu. Ja. Daar zou het, als het goed is, minder behoorlijk zijn en dan hoop ik dus ook droog. Ja. Zo gaat het zo zien. We gaan de volgende tunnel in. Doei!
Waar zijn we nou? Huh? Daar. Daar staat oma en Luca. We gaan rennen! Rennen! Woe! Ja! Oh ja! Rennen! Oma! Efteling! Woehoe! Oma! Hier is in de boeste. Het was wel echt de langste. Oh, hij is op. Oh, ben je goed? Oh, ja. Au. Dit is leuk. Wauw. Ja! Wegwezen! Ga jij maar uit? We gaan even naar Luca's werkplaats. Wie gaat me eerst naar binnen? Symbolica! Wat maakt u een beetje voort alsjeblieft? De koning wacht op u. Please, hurry up! The king is waiting for you. En hier, ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het paleis der fantasie. Dat is gaaf. Is goed. Oké, is goed. Doei. Bundel het in zijn kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe het je best en doe het drukken. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia. Nou ja. Wow. Ja, dat is leuk hè? Mooi huis hè? Mooi is dit. Samen drukken.
symbolica. Dit hoort dus niet, blijkbaar. Het is wel heel leuk. En we hebben de expert bij ons, dus dat scheelt. We zien helemaal niks meer en we staan vast. Leuk? Nee. Vind je het niet leuk? Oh. Staan we vast? Ja, we staan nu zo'n 3 kwartier vast. Ja. Ik begin uit om wel honger te krijgen, denk ik. Ja, dat is... Mochten we hier niet meer uitkomen, ik hou van jullie allemaal. Ik zie je bijna niet, joh. Attentie alsjeblieft. De fantasievaders gaan weer verder. Yes. Attentie alsjeblieft. We zijn gered. Jesse, dan zeggen we... Yay! Ik wil bijna rooksignalen gaan maken. Nee, nee. Hij doet echt met het gezichtje. We kunnen wel een flesje champagne gebruiken vandaag. Ja, pannenkoeken. Oh, pannenkoeken. Oh, feestmaal. Oh, zitten we nou in de paddenstoel? Oh. Wauw. Dat is gaaf. Hoort je niet? Doe maar duimpje naar papa. Oh, wacht even. Dankjewel. Oh, ik heb nog een paddenstoel. Jij hebt nog een paddenstoel? Ja. Ga nog een keer kijken. Ja. Kom. 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 Gaan we naar beneden. Gaan we naar de volgende paddenstoel. Wat is daarin dan? Kijk! Wat zit erin? Oh! Buitenkant zit dat. Ja. Er wonen allemaal kabouters in de boom. Ja. Hallo! Ik ben een kabouter. Papa! Papa! Om te wachten bij de paard van de prins van de deur. Wat was die vol seconden in? Vooruit nou, papier hier. Zoek nou nog eens wat. Papier hier. Die doet het niet. Hij doet het niet. Hij zit vol. Hij doet het alleen maar met de test. Nou, we gaan nu naar de piranha. Elena is ook aangeschoven. En ik heb even een poncho gedaan. Alles gaat erbij. Want ik heb geen extra kleding bij. Hé, dat krijgt. Gaan we dan! Oh, goed vasthouden die Jesse! Oh, die gaat er nog.
zit maar in mijn jas, sorry. Mijn poncho is niet waterdicht. Nee, mijn poncho is niet waterdicht. Ik heb een natte pap. Weg, zeik nog. We zijn er nog niet natuurlijk. Nee. Laten we hopen dat we het ergste gehad hebben nu. Zal wel niet. We zijn heel nat. Ja, we zijn helemaal nat. Mama, jij wordt nat. Is die dit? Oh my god. Ja, is een onderhoud. Nee. Nee, meestal word je niet nat, zegt Luca. Wat? Nee. Ja, ik ben niet nat. Ja, was dit het al? Om deze tijd. Nee, hè? Nee. Kijk dat gliepige lach. Oh jee. Voorrangskaartjes. Ja. Dus we hoeven niet lang te wachten. Ja, dat is dat ding wat daar bovenaan stil blijft staan. Nou, en dan dus dat. Dus we gaan er nu in. Here we go. Het duurt 4 seconden voordat je daar valt. 4 seconden? Ja. Oké, ik ga er niet meer in. Daar dus. Nou, tot zo. Nou, dan kunnen we even niet door. Want het is iets te druk. Ja, heel druk. Misschien op de truck weer. Ja. Vind je het leuk, Jess? Deze is wel leuk, hè? Ja. Spiegel! Nou, we zijn van de Efteling. Lekker thuis. We gaan macaroni eten. Thuis bij mama's. Ja. Is ook thuis. Thuis, ja. In het is gewoon thuis. Is gewoon thuis komen, weet je wel. weet je wel. En Jessie die heeft al een paar keer geslapen en die is nog weer wakker geworden. En nou moet de poes. Beetje cranky, maar... Hey Jess. Hey Jessie, hoe vond je bij de Efteling? Kijk eens. Kijk eens hier. Hoe voel je het in de Efteling? Nou, dat dus. Het waterballet heb ik hem nog voor wakker gemaakt. Alleen hij dacht, ik doe mijn ogen gewoon weer dicht. En we zijn moe. Ja. En ik ben nog steeds nat. We hebben niet zoveel gefilmd omdat die andere camera leeg was. Ik heb met deze geprobeerd.
Deze iets zwaarder. Maar ik heb ze nog aardig meegenomen hoor, in onze attractie. En op de telefoontje inderdaad hebben we ook veel te zwaar. Nou, dit was een topdag. En hopelijk vonden jullie dit ook weer een top vlog. Is het alweer zover? Het is alweer zover. Oké. Nou, vond je het een leuke vlog? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En de belletje aan te zetten. En we zijn heel benieuwd naar jullie reacties, weet je wel. En zien we jou weer graag bij de volgende vlog. En we zien je graag bij de volgende vlog. Ja, dat hoor je.